Ik heb na een gesprek met het bestuur Yankee besloten de voorzittershamer over te nemen. Zo luidt de reactie van Guno Kastelen, die is gekozen als de nieuwe voorzitter van de Surinaamse Service Station Exploitantenbond, SSEB. Scheidende voorzitter Sirojini Yankee blikt ondanks diverse uitdagingen tevreden terug op haar zittingstermijn. Een hele leerrijke periode, maar we gaan nu naar een andere fase en we hebben gekozen voor een nieuwe voorzitter. En dat is meneer Guno Kastelen. En gezien zijn ervaringen en zijn kennis, zijn deskundigheid op vele vlakten, zijn we heel blij dat hij ons op ons verzoek om voorzitter te worden, dat hij mee is gegaan en nu onze voorzitter is. Is zeker een absolute hoogtepunt voor de organisatie, een aanwinst. En daar gaan wij tegenaan. Pomphouders hebben als gevolg van de financieel-economische situatie en de stijgende wereldmarktprijs diverse aanpassingen gepleegd binnen hun onderneming. Die waren volgens Yankee noodzakelijk om de bedrijfsvoering te garanderen. Maar de recente daling van de pompprijs met 50 SRD-cent per liter is niet te wijten aan de SSEB. Het betreft een besluit van het ministerie van Economische Zaken, oftewel van de regering. Vrijdag om 7 uur zie ik een mail vanuit de directeur van Economische Zaken dat wij de pompprijs met 50 cent moeten verlagen. Ingaande zaterdag. Wij hebben onze inkopen gedaan voor het weekend. Onze tanks hebben we goed bevoorraad. En nu moeten wij de prijs gaan verlagen. Er is geen overleg met ons gepleegd. En dat zou de minister van Economische Zaken met ons moeten doen. Want we zijn stakeholders van hier. We willen die pompprijs verlagen. En laat me duidelijk zijn, we zijn daar geen tegenstanders van. Want hoe lager de prijs is, hoe meer wij gaan verkopen. En dat willen we wel. Maar ze hebben ons niet in kennis voorafgesteld en die prijzen moesten wij gaan verlagen. De verkiezing van Guno Kastelen tot voorzitter is volgens Yankee een bewuste keus. Kastelen is niet alleen een ervaren vakbondsman en politicus. Hij voldoet ook aan de eisen voor het bekleden van de functie. Kastelen, die tevens voorzitter is van de bond bij de Hagerinbank, zal ondanks zijn drukschema niets aan het toeval overlaten en zijn nieuwe functie als SSEB-voorzitter zo goed als mogelijk uitvoeren. Ik heb wel aangegeven dat ik een vrij drukke schema heb als praktiserende advocaat nu. Nog steeds leidinggevende aan de SPAC op een lager pitje op dit moment. En ook voorzitter van de Hagerinbank Bond. Dus ik heb ze gezegd wat dat betreft. Ik vrij druk heb, maar dat ik als een team gaan werken. En ze bereid zijn om echt met de handen uit de mouwen te steken. Dat we samen een goede job kunnen doen. Kastelen geeft verder aan dat de problemen binnen de sector hem niet onbekend zijn. Eerlijke en open communicatie zijn volgens hem belangrijk om tot oplossingen te komen. De wijze waarop de recente verlaging van de pompprijs tot stand is gekomen, is volgens Kastelen niet elegant. Hij streeft daarom naar een betere verstandhouding met de actoren binnen de sector. De overheid vervult daarin een cruciale rol. Dus we hebben gemeend om direct aandacht te vragen. We hebben dus eerste actie was om een brief te richten aan de minister van HI. Een brief die overigens naar mijn smaak het antwoord dat we daarop hebben gehad niet erg elegant is van de minister. Het zou de minister hebben gesierd als de minister tenminste haar verontschuldiging had aangeboden over de wijze waarop het besluit is gegaan. Dus algemeen belang is mooi, ja, is leuk. Maar als het goed bestuur is vooruitzien van als je maatregelen treft, wat moet je doen? Moet je communiceren met de branche? Moet je flankerende maatregelen treffen dat de uitvoering, de executie ervan goed is? En als je erop wordt geattendeerd, dan zeg je niet terug van je moet niet bedreigen en hup, hup, hup. Dus we gaan een gepast antwoord formuleren voor de minister wat dat betreft.